Als schoonmaker in de zorg vervul je een belangrijke rol. In deze tijd van het coronavirus is het extra belangrijk dat je de juiste stappen correct en met aandacht doorloopt. Let erop dat je je hand- en polssieraden hebt afgedaan voordat je begint. Dat je nagels kort zijn en je geen kunstnagels gebruikt. Als je een hoofddoekje draagt, zorg er dan voor dat deze strak om je hoofd is gebonden en schoon is. Voor mannen geldt dat baarden en snorren kort geknipt en schoon moeten zijn. Voor je begint, doe je je sjaal, jas, vest of trui uit. Onder de werkkleding draag je gladde kleding met korte mouwen, die niet pluist of loshangt. Zo kun je comfortabel je werk doen. Je schoenen zijn schoon en gesloten, zodat ze tijdens of na je schoonmaakwerk goed schoon te maken zijn. De volgende stap is je handen wassen. Erg belangrijk. Was je handen nauwkeurig met water en zeep volgens het handhygiëneprotocol. Je handen was je voor aanvang van je schoonmaakwerkzaamheden en na pauzes, na niezen en snuiten van je neus, na toiletgebruik, voor en na contact met voedsel, voor en na gebruik van je mobiele telefoon en na het uittrekken van je handschoenen. De laatste stap voor je aan het werk gaat is het aandoen van beschermde kleding. Je begint met het opdoen van het mondmasker. Je verdeelt de beide elastiekjes om je hoofd en drukt de neusklem goed aan. Vervolgens doe je de bril op. En trek je het overschort aan. Als laatste doe je je handschoenen aan en ben je klaar om aan het werk te gaan. Zodra je klaar bent met schoonmaken, trek je je handschoenen uit en desinfecteer je je handen. Het overschort doe je van achter naar voren en van buiten naar binnen uit. Daarna gooi je het bij het afval. Je zet je bril af en desinfecteert hem. Vervolgens doe je het mondmasker af door te beginnen met het bovenste en daarna het onderste elastiekje. Werk daarbij ook van achter naar voren en doe deze bij het afval. Was je handen nauwkeurig met water en zeep volgens het handhygiëneprotocol en ben je klaar om de ruimte weer te verlaten. Door deze protocollen en instructies goed op te volgen, werken we samen aan een schone en veilige omgeving.